We hebben Schaduw tot je terugkomt gemaakt. Een kortfilm die ontstaan is uit een scenario dat ik al een tijdje geleden geschreven heb. Over een generatie jongeren die vertrekt naar een onbekende bestemming. Ver weg van het leven dat ze kennen. En ze gaan daar misschien niet van terugkeren. Dan volgen we het hoofdpersonage die een beetje op zoek is naar hoe dat hij zijn laatste momenten wil doorbrengen. Wat dat mij al heel lang fascineerde was de andere kant. Dus de personen die thuis blijven op zo'n moment. En dan hebben we elkaar daar heel hard in gevonden. Ja, en daar was ik ook al heel lang mee bezig. En dan hebben we zo eigenlijk op een la voix humain-achtige wijze een portret van een vrouw geschreven die achterblijft en al maandenlang geen nieuws krijgt van haar geliefde die weg is en videoboodschappen maakt. Je ziet altijd het verhaal van de personen die aan het front zijn. Maar de even grote strijd die thuis afspeelt. Je hebt dan de hoofdrol gespeeld in iets wat je zelf ook gemaakt hebt. Ja. Is dat iets wat je nog vaak wil doen? Ja, waar ik ook nu mee bezig ben. Omdat ik merk dat spelen alleen mij toch niet helemaal bevredigt. We hebben elkaar ook een beetje leren kennen in een fase waarin dat we dus in elkaars vak geïnteresseerd waren. Dus het is fijn om elkaar daarin te helpen. Ja, dat was heel leuk. We deden zo'n soort kruis. Ja. Het is mij even zwaar bevallen om altijd de hoofdverantwoordelijke te zijn van alle projecten die ik doe. Heel veel stress en ik ben dan beginnen spelen. Ik speel in de nieuwe reeks van Bert Scholiers. En ik ook. En Violet ook in meespeelt. Ja. En bij mij omgekeerd. En omgekeerd. Dus dat was heel was fijn. Soms een raar gevoel dat je dus in het werk van iemand anders staat en een verhaal mee belichaamt dat toch niet helemaal van u voelt. Dus de drang naar dat zelf kunnen vertellen. Die nieuwe reeks is Fuck You Very Much. Ja. Ja. Fuck You Very, 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 very much. Much. Ja. Wat speelden jullie daarin? Ik speel een filmregisseur die cannibalistische alien-invasie horrorfilms maakt. Ik speel Wesley, een chef-kok van 19 jaar. Dat klinkt normaal, dan. Ja. Ja. Niets is normaal in Fuck You Very, nee, Very Much, dat zie ik. En komen er nu nog rollen dan? Misschien, hopelijk. Misschien schrijf ik dus wel eentje voor hem. Ja, sowieso. Er is nog een andere kortfilm van jou die genomineerd is, of niet van jou, maar met jou, die genomineerd is voor Brussels Short. Papa brengt de wereld mee, ja. Het gaat over een meisje, eind 19e eeuw speelt het zich af, die binnengehouden wordt door haar moeder uit schrik voor de buitenwereld, dat ze daar iets zou tegenkomen. En die op een dag uit haar raam springt, omdat ze denkt ik wil naar buiten. Om een jongen te volgen naar Parijs, maar je zou erover kunnen twijfelen wat die jongen zich niet in haar hoofd heeft afgespeeld. Het interessantste daaraan vond ik dat ik als klein meisje was mijn droom altijd om in kostuumdrama's te spelen, omwille van die kostuums. En nu wil ik ook graag, dat is een van mijn schrijfideeën, iets 19e eeuws maken, net omwille van die kostuums, maar een andere reden. Omdat ik merkte dat dat eigenlijk een klein gevangenisje is waar dat in zit. We draaiden dat tijdens een hittegolf en je stikt gewoon bijna letterlijk en figuurlijk. De kostuums zijn een metafoor voor de gevangenis van huwelijken en van de maatschappij in de 19e eeuw. Heel boeiend om daar mee aan de slag te gaan. Hoor.